Voor het testen heeft u nodig de Mission 3-in-1 cholesterolmeter, een veiligheidsprikpennetje, oftewel lancetje, een 3-in-1 cholesterol teststrip, een capillairtje om het bloed op te nemen, het cholesterol testkaartje en een pen. Schakel de meter aan door op de aan-uitknop te drukken. Nadat de meter is opgestart, wordt het startvenster getoond. Verzeker u ervan dat de meegeleverde codechip geïnstalleerd is en het nummer op het scherm met het nummer op het zakje van de teststrips overeenkomt. U kunt nu de teststrip invoeren in de richting van de pijl. Zorg ervoor dat de teststreep ook echt volledig ingeschoven wordt. Controleer nu of op het display het bloeddruppeltje rechtsboven knippert. U kunt nu bloed prikken met de veiligheidslancet. De beschermkap van het lancetje kunt u voorzichtig ronddraaien en eraf halen. Nadat u de huid gereinigd heeft, kunt u het lancet op de prikplek houden. Druk het lancetje stevig tegen de prikplek en druk tot u een klik hoort. U kunt de eerste bloeddruppel wegvegen. Daarna masseert u de hand en de vinger licht in de richting van de prik om wat bloed naar buiten te krijgen. Het is belangrijk dat die bloeddruppel mooi rond is en niet uitloopt. U kunt dan het buisje met de open zijde naar boven aan de bloeddruppel houden. Het buisje moet gevuld worden tot de rood-zwarte lijn. Als dit in de eerste keer niet meteen lukt, legt u het deels gevulde capillairtje neer en masseert u de vinger weer om meer bloed te krijgen. U hoeft niet op het buisje te drukken, het bloed zuigt zich vanzelf naar binnen. Als u genoeg bloed heeft, kunt u het in de opening van de teststrip druppelen. Nu mag u wel in het buisje knijpen. U ziet 3 knipperende streepjes en dit betekent dat de test op dit moment loopt. Binnen 1 of 2 minuten ziet u dan de resultaten. Gebruik de pijltoetsen om door al deze resultaten te bladeren. Met de 3-in-1 teststrip toont de meter eerst het totale cholesterolgehalte. U kunt dan met het pijltje naar het HDL-gehalte, dan de triglyceriden, dan ziet u de cholesterolratio en als laatste de LDL. Schrijft u uw resultaten op uw teststrip. Dit helpt u om een overzicht te houden over uw testresultaten.